Zondagochtend start het jaarlijkse Schiepersfeest van Kiwanis Club Schiepersland met een wandeltocht van het Merselo naar het Henseniusplein. Aan deze tocht deden onder andere herder Tieneke en 250 schapen die geen onbekenden zijn in het Venraaise mee. Deze kudde die hoort natuurlijk bij Venraai, dat is de enige begrazingskudde in het centrum. En wij begrazen natuurterreinen, onder andere heideterreinen, ook stadsparkjes en wat buiten graslanden. En de kudde begraast tussen IJsselstein, Vredepil en Oostrum en alles daar binnenin. En vandaag wordt de kudde geschoren en de scheerders scheren in een minuut, anderhalf minuut een schaap kaal. En dan zijn ze weer van hun jas verlost. Schapen en Venraai horen bij elkaar. De viervoeters van Peelkudde Schaapsdrift waren onderdeel van de braderie die georganiseerd werd door de Venraaise afdeling van de serviceclub. Het wordt georganiseerd door de Kiwanis en die zetten zich in voor goede doelen, waaronder in dit jaar gestreven wordt voor Tante Leni, waar dus een opbrengst naartoe gaat. En de schapen die zijn de hoofdrol van de dag. Stichting Tante Leni zorgt ervoor dat een gezin met een ernstig of langdurig ziek kind een weekje onbezorgd met elkaar op vakantie kan gaan. De complete opbrengst van het Schiepersfeest en de wandeling met de schapen ging hier naartoe.